Voordat deze video begint, wil ik zeggen dat er dingen voor wat ik ga vertellen zijn gebeurd en dingen daarna. Dit is mijn ruzie met Job uh, over het hele gebeuren met uh, Jamal, Bart, uh, Jackie uh, en iedereen te veel gevraagd. Um, en ik heb daarmee met Job gedM'd. En ja, dit is mijn DM met Job. En ik ga eventjes laten zien: dit is geen. Ik refresh nu, dus dit is geen Photoshop. Ik ga terug naar DutchTuber. Oké, okay, laten we even gaan lezen hoe dit nou ging. Het begon voor mij dat ik. Uh, zat in de lijsting van een vriend van me, Joachim. En die stuurde een tweet door: van dat. Uh, uh, hoe heet het? Job zat te kotsen op het Nooit meer TV-intro, zogenaamd. En. ik had er ook al wat tweets voorbij zien komen. En daarna heb ik nog heel veel tweets voorbij zien komen. Dus ik begon te tweeten van. Uh, wat, wat de hel zeg jij allemaal over uh, Nooit Meer TV? Dit is het bericht wat hij me ooit heeft gestuurd. Dit is de reden waarom ik ook met hem kan DM'en. Want hij volgt me niet. Hij heeft me nu onderhand geblokt. Uh, en geeft hier een lief bericht. Maar hoe gemeent is dit? Daar komen we later nog op terug. Je stinkt by the way, grapje keel. Het is gewoon... Uh, dat was random daarvoor. Oké, okay, 15 uur geleden. Job, hou je bek over nooit meer tv pannen dat je bent. Wie de fuck ben jij, Aap? Haha, je moeder. Nou goed. Nee, ik ben het Aapkanaal. Maar wat praat je over nooit meer tv? Maar zeg even, mag je nooit meer tv niet ofzo? Nooit meer tv is de kanker van YouTube. Oh, oké. Okay. Job, doe rustig. Doe fucking rustig, Job. Jezus, wat de fuck. Ik vind persoonlijk niet erg dat hij met kanker scheldt. Maar dit is heel erg achterbak zielig om dit in DM te doen. En gewoon achter iemands rug om en ga maar skiën voor een fit. In eerste instantie wou ik dit nu doen, maar er komen nog heel veel dingen achteraan, enzovoort, waardoor ik het wel doe. Uh, geen fit zeg ik dus. Um, uh, je bent wel erg stoer, by the way. Jij ook toffe uh, video met dat huilen en zo. Sowieso, I know right. Eerst lief en nu beledig ik je. En dan, uh, en dan, en dan nu niet, hè? Uh, geweldig man. Ja, ik vond het sad omdat je met een zwart-wit filter ging huilen. Dat gaan we even kijken. Oké, okay, dit is de video waar Job het over heeft. En ik zie geen zwart-wit filter. Dat tweet ik ook naar hem. Maar nu nog even ga ik naar King Alert en kijken of het daar in zwart-wit is. Oké, okay, hier zie je het ook gewoon in King Alert Zie je ook dat het geen, geen zwart-wit filter is. Dus Job verzint nu allemaal rare smoesjes. Om een beetje eronder uit te komen voor wat hij hier doet, want dit staat gewoon nergens op. Dit is gewoon... Dat ga je niet doen. Dus, ik tweet naar hem van... Uh, well, hij wilde hier niet dat ik hem DM. En dan gaat hij me blokken. Nou, gefeliciteerd, je Blok met maar lekker. Maar hier, ik tweet... Erg zwart en wit, inderdaad. Gaat hij het opzoeken? Wahaha, loser. Wacht, joh. Wie is hier nou de fucking loser? Wie verzint hier nou een smoesje? Omdat je eerst met kankers schuilt. Mensen basht op Twitter. Terwijl je zelf echt... Het is wel duidelijk die loser Job, kom op! Nu gaan er allemaal van die, van die cute uh, Jop hatertjes. Of, uh, nee, ik bedoel job fans onder mijn videoregje. Nee, hij is zo charmant. Nee. Um, maar goed, daarna zijn er nog uh, dingen getweet en, en... Oké, okay, wat er daarna gebeurde na dit hele verhaal met mij op DM, heb ik dit allemaal doorgestuurd. Uh, uh, Bart heeft dit ook nog getweet van dat hij nogal teleurstend vond en dan een foto van de DM van mij. Maar toen, um, Jackie, uh, dus, uh, zeg maar die ook bij Nooit Meer TV zit, dus niet part, maar de, de, de andere gast van Nooit Meer TV, die pikte het niet. En die is naar zijn huis gegaan, uh, naar Job's huis. Die weet waar die, uh, waar die woonde. Hier heb je een video, politie gebeld, hahaha. Ha, ha. Job's huis, Job wil niet gewoon naar buiten komen. Nou, Job wou niet naar buiten komen. En toen ging Job opeens heel, heel cute, oh bro. Ja, echt, Jackie, echt, oh, ik... Ik noem jou geen flikker, Het was een misverstand. Oh, nogmaals, excuses, oprecht. Ja, Job, heel erg oprecht, terwijl je echt een minuut later nog het best over fucking schmalzen van... Hoe gemeend is die excuses? Nou, mensen, dit was mijn video over Job, over mijn ruzie met Job. Job, ik vind het heel erg teleurstellend. En ja, dat is het een beetje. Ik, uh, ik ben een beetje klaar met Job. Kijk, ik vind het ook wel mooi dat... Ik dan opeens een dislike-bot krijg. Ik wil niet zeggen dat dit door Job komt. Ik had 8 dislikes en 2 minuten later had ik er 60. Ik wil niet zeggen dat dat door Job komt. Maar most likely is dat een van zijn fans. Mensen, vonden jullie deze video leuk? Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie de volgende keer, mensen. Later.